grondslag voor de overwinning werd al in de derde minuut gelegd. Dit geeft de burger moed. Maar dat kan het elan van onze ploeg niet verminderen. Hij mikte precies op maat naar het hoofd van Wim van Hanegem, die met een zeldzaam fraaie kopbal dat de 67.000 supporters hiervoor gekomen waren, lieten ze nadrukkelijk merken. Het uitzicht op de finale in Milaan begon reëel te worden. Vooral de verdediging kwam vaak in moeilijkheden. En het scheelde soms maar weinig of... Elke Duitse aanval loopt vast in de verdediging. Natuurlijk zijn de Duitsers door deze onverwachte tegenslag wat teleurgesteld. Maar ze proberen toch met alle kracht de achterstand teniet te doen. In het veld en langs de lijn kan men zijn vreugde dan nauwelijks op. Hij stompte hem uit zijn armen. En dat nam de heer Howley niet. Die had na anderhalf uur fluiten nog adem genoeg over voor een snelle achtervolging waarin hij steun kreeg van zijn grensrechters. Het werd een partijtje rugby waaraan het stadion veel plezier beleefde. Deze strijd om balbezit, zoals Herman Kuiphoff het incident noemde, werd tenslotte in het voordeel van de gevestigde orde beslist.